mensen, welkom allemaal bij Gigant op deze zondagmiddag bij onze CD-party. Er zijn wat bekenden, er zijn wat mensen uit de blueswereld, er is van alles wat. En we hopen er een leuke, gezellige middag van te maken. Bij ons is wel de kerstverse wethouder Mark. En hij is hier om even een woordje te doen vanuit het Apeldoornse. En uiteraard zit daar nog iets aan vast. Alsjeblieft. Mark, ik geef jou het woord. Dank je, Hans. Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. In de Apeldoornse muziektempel hier in Gigant. En Hans, Bosco, René. Jullie zijn mijn voorganger, Olaf Prinsen, was 4 jaar geleden ook bij jullie. Die heeft toen de DVD-release gedaan. En ik sprak hem gisteren nog even. Ik vond het heel jammer dat hij vandaag niet bij kon zijn. Maar hij heeft dat in ieder geval zich goed herinnerd nog. Jullie zijn ooit begonnen in 2008 met toch het coveren van blues, blues rock. Jullie hebben je ontwikkeld dat je steeds meer naar je eigen geluid, hè, om in een goede metafoor te blijven, daaroverheen ging doen. En nu zijn jullie toch zo gekomen dat je eigen repertoire hebben. En zit je vol met eigen repertoire of zitten er ook nog de covers in? De beste? Beide? De beste of both worlds. Dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Ik ga deze even hier neerzetten. Hey, Running with the Wolfpack. Jullie hebben een mooie. Ik zag straks even op jullie site kijken, uiteraard. En jullie zeggen. Never a dull moment als wij op het podium staan. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Jullie hebben hier al jullie fans hier. Die hier zijn gekomen om jullie te horen. Want uiteraard, CD-presentatie is leuk. Maar op een gegeven moment is dat gelukkig ook klaar. Dan gaan we gewoon lekker muziek maken. Dus ik ben wel heel benieuwd zometeen hoeveel power er van het podium af gaat komen. Maar ik ben daar helemaal niet bang voor. Het gaat helemaal loskomen. Ik ga jullie de cd overhandigen. Eigenlijk is dat een beetje raar natuurlijk. Want ik ga jullie de cd overhandigen die jullie zelf gemaakt hebben. Maar dat is toch een beetje het formele moment dat die dan gelanceerd wordt. En dat mensen thuis of in de auto niet meer per se alleen naar live optredens hoeven te gaan. Blijf dat overigens wel doen, hè, natuurlijk. Maar dat ze ook thuis, dat jullie thuis ook naar de muziek kunnen luisteren. Aan wie mag ik hem als eerste geven? Ja? Ga ik deze aan jou geven? Geef ik elkaar ook even een hand voor de foto. Hey, super gaaf hier te zijn. Ik ben echt heel benieuwd als jullie zo losgaan. Ik ga echt zeker nog even luisteren. Ik ben wel local burgemeester op dit moment. Dus ik ben niet echt heel bluesachtig, maar ja, jullie staan strakker. Jullie stralen het ook echt uit, hè? Die blues, die oude rockers. Mag ik dat zeggen? Mag jullie oud noemen? Ja? Kom ik daar mooi weg? Ja, ik moet toch bij een glaasje water houden. Ik ben op dit moment in dienst. Dus ja, dat is misschien niet echt heel rockerig. Maar neem het van mij aan dat ik, als ik thuis opzet zo meteen, dat ik er dan een biertje bij zal drinken. Hey, ik ga nog even de andere twee cd's geven. En voor iedereen hier en vooral voor jullie veel plezier vanmiddag. Dankjewel, Mark. Kijk, en we willen de wethouder natuurlijk niet zonder cd en een mooie print weg laten gaan. Dus ik geef die van mij even terug aan Mark. En uiteraard heb ik er nog wel eentje voor mezelf. Dat komt helemaal goed. Mark, even jou voor op het nieuwe kantoor. En Hank, geef hem een heel mooi plekje natuurlijk. Alsjeblieft.